Nou, je moet echt niet zo'n spoiler erop gaan gooien. Nee jongens, dit ziet er toch niet. Yo mensen, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en ik zei maar vandaag gaan we weer een nieuwe auto pimpen. Niet deze auto die we vorige keer natuurlijk hebben gepimpt, maar er is weer een nieuwe auto uit. En die gaan we even bestellen en dan gaan we hem pimpen. En hier is hij dan, de Pegassi Infernus Classic. Dus echt super awesome. Het is gewoon een oude Lamborghini. En wat hoort er bij een Lamborghini? Ik ken deze auto als wit of geel. We gaan er maar voor wit gewoon. Dus let's do this! Nou, zo kom je van een afrit af. Kijk eens aan jongens, hij is al geleverd. Super, super, super awesome. En we gaan hem ook gewoon een beetje een retro look geven. Dus let's do this. Oké mensen, dit is dan de auto. Hij is echt fucking dik ouwe. Hij gaat dik ouwe. Hij is echt mooi. En we gaan nu even zorgen dat we hem zo snel mogelijk kunnen pimpen. Ik hoop dat het zo meteen wat lekkerder weer is. Ik ga die wielen denk ik in ieder geval zo houden. Ik wil die retro look houden. Ik weet nog niet welke kleur er gaat worden. Wit of geel of grijs denk ik. Maar we zullen het zien. Ja, daar zijn we weer. Hallo, hallo. Ik vind die lamp ook echt kicken. Dit is gewoon echt een super awesome auto. Armor, upgrade, bodywork. Oh, kijk eens aan. Ja, dit is echt wel ook gaaf, hè. Het moet niet te modern gaan lijken. Dus dat carbon en zo, dat gaan we sowieso niet doen. Maar ik ga heel even, denk ik, sowieso een ander kleurtje doen als eerst weer. Zodat we alle kleuren goed kunnen uitkiezen. Zo, we hebben een beetje die oude gele look erop gegooid. En dan ga ik nu even nog de secondary color aanpassen. Die moet ook gewoon geel natuurlijk. Interieur laten we gewoon lekker zwart. Helemaal mooi. Oké jongens, dus dit auto waarmee we gaan werken. Bodywork, daar waren we gebleven. Dit ziet er wel zo retro uit. Dat zetten we gewoon erop. We gaan met het brakes. Gewoon race brakes. Engine tunes, ja. Engine block. Ah, kijk dan hoe cool. Hoe cool is dit? Ja, ik laad er wel gewoon stok, denk ik. Je ziet hem ook niet. Nee, je ziet hem niet. Maar het is wel cool dat je dit kan aanpassen. Dit is ook... Laten we gewoon lekker carbon doen. Dat zie je toch niet. Engine cover, die kunnen we ook nog aanpassen. Hé, je kan hem dus wel laten zien. Zo is het volgens mij altijd. Primary. Ik vind dit toch iets vetter dat je ook nog daarin kan kijken. Anders is hij wel heel erg dicht. Die laten we gewoon stok. Uitlaatjes. Deze is helemaal cool. Laten we gewoon voor de chrome exhaust gaan. Explosive, ja, maakt me niet uit. Deze tute past er wel bij, hè. Helemaal mooi. Toch wel xenon. Waarom niet? Layout, ja. Gele neon onder je bak, jongen. Ik heb ook even de nummerplaat veranderd naar zwart met geel. Dat vind ik ook wel mooi. En dan zijn we nu bij de skirts uitgekomen. Zo is hij nu. We kunnen er wat onder doen. Of carbon, ja. Maar jij doet gewoon primary skirt splitters. Hey, kijk eens aan. Nee, dat vind ik niet mooi. Ik ga voor de eerste. Die vind ik wel nice. Spoilers. Oeh, we kunnen zelfs spoiler veranderen. Deze vind ik ook nice. Nou, je moet echt niet zo'n spoiler erop gaan gooien. Nee jongens, dit ziet er toch niet uit. Oh mijn god. Geen spoilers. Ook vet. Om die echte classic Lambo te maken, laat ik de spoiler gewoon helemaal af. Wat vinden jullie daarvan? Ja, helemaal laag natuurlijk. Hopskee. Ik laat deze wielen gewoon op. Oh, maar ik kan ze niet van kleur veranderen dan. Dan ga ik heel even kijken of ik wat ouds kan vinden. Ja jongens, deze wielen horen er gewoon bij. Deze wielen horen er gewoon bij. Nou jongens, ik laat gewoon deze wielen erop. En ja, wel bulletproof tires. Yellow tire smoke, tuurlijk. Maar we gaan de wielen niet aanpassen omdat we die oude look willen houden. Dus dat is beter zo. Windows. Nu natuurlijk zwart. En dan hebben we alles gedaan jongens. Dit is hem geworden. We gaan nu even buiten rijden en testen. Want
Ik vind hem wel nice geworden. Ik vind hem wel nice. Hij is echt kikken, jongens. Hij is helemaal retro. Joehoehoe. Super cool, super cool. We gaan even naar het zonnetje. Want hij... Oh, de zon gaat onder. Dan moeten we snel zijn. Nou, jongens, we gaan gewoon even naar een stukje met zon. Gaan we lekker afsluiten. En dan vind ik het mooi geweest. Als je deze auto toch ziet rijden in de zonsondergang, dan ben je toch hartstikke blij. Hij is super dik, ouwe. Jij gaat dik, ouwe. Ja, ik vind hem zeer, maar dan ook zeer geslaagd. Ik zal even uitstappen. Gaan we even alle deuren opengooien. En dan zijn alle deuren en kleppen open van de auto's. Hiervoor is natuurlijk gewoon de kofferbak. Niet heel erg veel plek. En hierachter zit de motor natuurlijk. Daarom is daar geen kofferbak. We kunnen ook nog even hier in de auto kijken. Dat ziet er wel echt allemaal ook super, super nice uit. Ik ben er heel erg tevreden mee. Dus dat is super nice. Ik hoop dat jullie hem ook mooi vinden, jongens. Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog als je ook vindt dat het leuk is dat we een keer een retro auto hebben gedaan. En ja, je kunt deze auto kopen voor 1 miljoen volgens mij. Of net iets minder. En dan moet je hem natuurlijk wel nog pimpen. En ja. Maar hij is wel super dik, ouwe. Oké, jongens, hij ziet er dus dik uit. Maar nu gaan we even kijken of hij ook lekker rijdt. Hij trekt niet super snel op. Hij stuurt niet super accuraat, zeg maar. Maar ja. Ik ben natuurlijk niet de beste GTA-racer. Dus als je wil weten of die chill is voor racers, moet je natuurlijk even bij andere kanalen kijken die wat meer racers doen. Bijvoorbeeld Chris. Hop! Ja, dat bedoel ik. Oh my god, my god. Nou, dan sluiten we maar zo af, jongens. Het wordt donker. Tijd om onze oogjes te sluiten. Geniet van de mooie dag. Het was hartstikke mooi weer, jongens. We gaan nog even lekker naar buiten. Als dat nog mag, natuurlijk. Als je deze video om 5 uur kijkt, mag je misschien dadelijk wel lekker naar buiten. En jongens, dit was de video van vandaag. Ik vind het een geslaagde auto geworden. Vond jij dat nou ook? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Als je nu al geabonneerd bent, doe dan even het notificatiebelletje aan. Dan krijg je een melding wanneer er een video is. En dan zie ik jullie heel erg graag de volgende keer, jongens. Later.